We staan hier in het Centraal Park van Den Haag met ergens op achtergrond op een steenworp hier vandaan het Malieveld waar heel veel boeren zich verzamelen. En hier achter mij zie je het ook, allemaal boze boeren verzamelen zich. En waarom zijn die boeren nou eigenlijk boos? We gaan kijken op het Malieveld. Wij staan hier op het Malieveld in Den Haag, een stukje van Friesland af. Maar waarom staan we hier? Nou, wij zijn boos op de regering omdat ze steeds nieuwe regeltjes voor ons bedenken. Oké, en die regeltjes, waarom zijn die zo slecht voor een boer? Nou, een boer die is zijn hele leven bezig om een mooi bedrijf op te zetten. En we willen zoveel mogelijk geld verdienen en ja, koeien met melk produceren voor de hele wereld. En als je elke keer nieuwe regeltjes krijgt, kun je niet doorontwikkelen met je bedrijf. En waarom is protesteren dan nu zo belangrijk, juist op dit moment? Nou, een paar weken terug hebben we al geprotesteerd en ik ben van mening dat je dan door moet drukken. En dat doordrukken, wat is dan het doel daarvan uiteindelijk? Wat willen jullie uiteindelijk bereiken? Dat de regering naar gaat luisteren. Ze hebben nu iets bedacht dat er te veel CO2 is in Nederland, uitstoot. En wij vragen ons af of dat wel terecht is, of die CO2-uitstoot er wel is. Dus dat moeten ze eerst onderzoeken voordat ze met conclusies gaan komen. Maar dat is onderzocht door de RIVM. Maar dat rapport, daar zijn jullie het niet helemaal mee eens, hè? Nee, de RIVM die geeft geen inzage in het rapport. Dus die kan ons niet vertellen hoe ze aan de gegevens komen. En het schijnt dat er 6 meetpunten in Nederland zijn, waarvan 4 maar betrouwbaar en 2 onbetrouwbaar. Want die staan naast een boerderij en 1 staat bij een rioolput. Dus eigenlijk is het allerbelangrijkste dat jullie nu willen, is inzage krijgen in het rapport. Gewoon weten hoe ze dat onderzocht hebben. Dat moet inderdaad gebeuren. We tuffen weer terug richting Friesland. Wat is er thuis op de boerderij te merken van de stikstofmaatregelen? Wilco zijn vader vertelt. Boeren die innovaties willen plegen, die worden daarin belemmerd omdat ze geen vergunningen krijgen. Wij hebben een paar jaar geleden een nieuw gebouw, dus wat dat betreft hebben wij op dit moment daar geen problemen mee. Oké, en waarom ben je vandaag eigenlijk niet naar Den Haag gegaan? Het vee moet ook verzorgd worden. Dus onze zoon die was wel in Den Haag. En de verzorging, de boerderij gaat altijd door. En wat vind je ervan dat jouw zoon wel naar Den Haag gaat? Dat vind ik een goede zaak, want daarbij is hij zeer betrokken bij de wet en regelgeving die er is op een boerenbedrijf. En ik heb vernomen dat jouw zoon de boerderij zeer waarschijnlijk gaat overnemen. Wat vind je daar nou van? Denk je niet van, waar begin je aan? Ja, boeren zijn is natuurlijk een uitdaging. En als je daar passie voor hebt, dan ga je ervoor.